Happy customers. Voor de klant. Het werk doen. Loyal employees. Successen met mensen vieren. Higher profit. Ik word er eigenlijk heel blij van. Do you want to become a high performance organization? Discover the secrets. HPO brengt mij in het werk dat wij altijd het beste voor de klant proberen en weten te realiseren. Als ik aan HPO denk, dan wat ik dan merk is vooral dat we met elkaar gezamenlijk op de dienst waar ik verantwoordelijk ben het beste product neer willen zetten voor de klant, de beste dienstverlening voor de klant. En ik bedoel met de klant de eindgebruiker, de mensen die naar ons bellen en die graag snel, efficiënt en kwalitatief goed geholpen willen worden. God, hoe doen wij dat om aan te pakken? Nou, één, we zorgen ervoor dat wij de juiste doelen bij iedereen bekend hebben, zodat mensen weten waar ze aan moeten werken. Twee, wij zorgen ervoor dat inzichtelijk is voor mensen waar ze staan, hoe ver ze van het doel verwijderd zijn of wat ze al wel of niet gerealiseerd hebben. Drie, als we bepaalde doelen niet realiseren, dan gaan we met een continu verbeterproces aan de gang, zodat we constant zeg maar eigenlijk focus houden op processen die we uitvoeren en op die manier ook verbeteren. Vier, heel belangrijk, zo niet het belangrijkste, is vieren, vieren, vieren. Dus vooral successen met mensen vieren, betrokkenheid hoog houden en ervoor zorgen dat iedereen ook in die modus blijft. Mijn metafoor voor een HPO is een airliner. Hoe het goed kan, bij heel veel vliegtuigmaatschappijen zie je dat er heel veel bedrijven geïntegreerd zijn in hun manier van werken. Daar zie je dus integrale partnerships tussen allerlei organisaties die dienstverlening leveren, zonder dat de klant dat uiteindelijk merkt. Merkt de klant dat het hapert, daar is een mooi voorbeeld van bij United Airlines. United Airlines on my way to Nebraska. Een countryband iets heeft meegemaakt waarbij een gitaar werd gesloopt. Ze zijn 11 maanden ongeveer bezig geweest om contact te krijgen met de vliegtuigmaatschappij. Ze hebben daar uiteindelijk een liedje over gemaakt. Dat liedje werd vervolgens in 3 dagen tijd iets van 500.000 keer bekeken. En het effect daarvan was dat de aandeelhouderswaarde nou ergens tussen de 18 en de 25% kelderde. 'Cause United breaks guitars.